Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En op deze plek was ik al een keer eerder. In 2018 maakte ik hier een video. Dit is het terrein van een afgebrand partycentrum. Het partycentrum dat is afgebrand in 1998. En daarna is het terrein met de fundering blijven liggen. En het is compleet overwoekerd. En nu nog meer dan in de vorige video dus. Maar er gaat wel wat gebeuren. Er gaat hier een hotel gebouwd worden op deze plek. Vernam ik recent. Dus ik dacht, ga er nog maar een keertje kijken. Want het ligt er nog even zo bij. En dan gaan de bouwwerkzaamheden beginnen. En de fundering die is nog slechter zichtbaar dan in de vorige video. Het is nou helemaal overwoekerd. Daar zie je nog wat beton. Er zijn hier ook nog bowlingbanen geweest. Dan komt hier af en toe nog wel iemand, want er ligt ook allemaal bende. Hier is wat gestort, daar ligt ook nog wat in de bosjes. En dit zijn dus de restanten, de fundering van het oude partycentrum. Het partycentrum was voor 98 begint als Klaus Partyhouse in Alkmaar. Nou, diverse mensen in Alkmaar in de omgeving kennen dat nog wel. En nu ziet het er dus zo uit. Allemaal natuur. Ja, dat is altijd wel zo. Als je zo'n terrein laat gaan, dan neemt de natuur het over. Dat is hier in grote getale gebeurd. Echt wel. Nog maar even een rondje eromheen maken. De resten van het pad eromheen. En dat ligt dan de ringweg, dus het is goed zichtbaar. Ja, dat was voor Klaus natuurlijk een groot voordeel. Maar voor natuurlijk dat hotel ook wat er komt. Prima zichtbaar hier op deze locatie. En daar staat al jaren de hele stallage van het bord wat erop zou komen. Er hebben al meerdere borden opgezeten trouwens, want er waren al meerdere plannen voor deze locatie. Onder andere een discotheek en kantoren. Maar nu dus een hotel. Het restant van wat ooit een lantaarnpaal was. Of zoiets. Of was het wat anders? Ja, een lantaarnpaal, er zat stroom in. Dan ligt daar de kop. Maar goed, er staat geen stroom meer op. Tenminste, dat mag ik aannemen voor niet. Die ligt al een tijdje zo, denk ik, zo te zien. Ik weet eigenlijk niet of het in mijn vorige video ook al zo was. Zal ik hem terug moeten kijken? Dat weet ik niet. Ik heb er toen in ieder geval niet op gelet. Maar goed, die ligt hier al even zo. De restanten van wat ooit de parkeerplaatsen waren. Het is hier trouwens al wel wat uitgedund, want hier stond ook allemaal groen. Net als hier zo'n beetje. En daaronder daar ligt ook die fundering. Hier stond niks, hier stond alleen maar groen. Dat was toen netjes onderhouden, dat is later ook helemaal overwoekerd. Allemaal mos groeit op de parkeerplaatsen. Ja, er heeft al meer dan 20 jaar niemand meer geparkeerd. Misschien heel af en toe iemand die daar wat reclame wou ophangen ofzo. Hele vage resten van de fundering. En hier nog resten van een paal. Nou, daar verderop ligt natuurlijk nog veel meer. Tjoh, wat een wildernis is dit geworden. Zeker al vergeleken met de vorige video. Toen was het eigenlijk nog best wel goed zichtbaar. Nu moet je er echt wel naar zoeken hier ook. Ook nog twee resten van palen. Gewapend beton. Ja, tussen hier zie je ook nog resten van de fundering. En verder groeien er hele bomen tussen. Lijkt wel bijna grote struiken. Ja, dan lijkt hier al wel een heel klein begin gemaakt met de werkzaamheden. Hier heb ik ook een kraan gereden. Daar liggen de hekken. En het lijkt alsof ze hier ook al wat weggehaald hebben. Ja, hier hebben ze het ook al wat uitgedund. Het is al wel weer even geleden, maar je kunt het wel zien. Ook nog resten van de fundering. En als je hier in het donker loopt en je weet dit niet, dan val je ook nog lelijk. Nog meer resten. Er is nou niet echt goed bij te komen. Dat was in de vorige video nog wel anders. Zo, dat hek ligt er al zo lang dat hij gewoon helemaal vergroeid is hier in de natuur. Hij ligt gewoon helemaal vastgegroeid aan de grond. En dit was dus ooit de binnenkant van het partycentrum. Vreemd idee eigenlijk wel. Dat het er dan zo bij ligt zoveel jaren later. Waar mensen allemaal zoveel plezier gehad hebben. Op avondjes dat ze hier waren. Het gaat allemaal verdwijnen. En er komt een hotel. Er gaat weer wat gebeuren met deze locatie. Ik dacht, ik hoorde het. Ik ga er toch nog even naar terug. Naar die plek waar ik in 2018 al een keer eerder was.
gaan zo weer terug richting het subtropische Noordschewoude. Het is een prachtig weer voor vandaag. Weer even terug op deze locatie. En ik ga vanaf hier zeggen, tot de volgende!